Kom maar even naar boven. Goed zo. Hoppakee. Even ademhalen en weer verder. Hallo dames en heren en tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik ben in Cancún, Mexico. En dit is de allerlaatste dag dat we hier zijn. Dan zijn we hier in totaal 11 of 12 dagen geweest. En ik heb het onwijs naar mijn zin gehad. Het was super tof. Niet alleen het uitzicht, niet alleen de mensen, niet alleen de activiteiten, niet alleen het weer, maar alles erop en eraan. Ook de kleine negatieve dingetjes, die waren gewoon echt leuk. En dat klinkt misschien een beetje gek, maar elk nadeel heeft zijn voordeel. Wat heb jij nog over onze vakantie te zeggen? Niks. Ik vind het kut dat we naar huis gaan. Niet zozeer omdat we naar huis moeten, maar gewoon dit weer. Bedankt voor de interessante toevoeging. Schakelen we over naar Enzo. Zo, dus wij gaan eventjes ontbijten. Hé, ik zie een stukje Nederland. Het is een tractor op het strand, mijn. Jullie weten al waar ik heen ga met het ontbijt. Ik ga weer naar mijn schatje toe die de crepes aan het maken is. Als een bazin. Kijk, daar is ze, mijn heldin van het lekkere ontbijt. Deze goddelijke ontbijtjes ga ik echt missen. Vooral mijn lekkere crepe. Thank you for all the crepes. They were very delicious. Thank you. Bye bye. Die laatste paar peso's die we nog hadden, die wilde ik heel graag aan die vrouw geven. Want zij heeft mijn maagje zo verwend. Oké, het is tijd om naar de kamer te gaan en te gaan inpakken. Oh, wat leuk hè. Oh, Dave heeft natuurlijk niet zo fijn geslapen vanwege haar poot. Nee. Zullen we het gewoon voet blijven noemen? Ja. Vanwege je voet. En dat snap ik wel, want in je slaap ga je natuurlijk wegen. Heen en weer en zo. Dus dat is een beetje pijnlijk. Maar goed, het is even niet anders. Hij zit er nog aan. Het is zoals het is, mensen. Als het is wat het is, dan is dat wat het is. Bam. Dit is ook het laatste bezoekje wat ik heb in deze ruimte. Hier heb ik heel veel tijd doorgebracht. Ik wil de lamp bedanken. Ik wil deze mooie achtergrond bedanken. Ik wil wel een klacht indienen dat er geen wc-borstel is. Dan voel ik me nogal ongemakkelijk dat als de schoonmaker komt die elke dag van heel het resort alle kamers schoonmaakt, dat er zoveel van die vlekken zitten. Maar dan moet je wel een wc-borstel neerzetten. Ja, voor de rest, in deze ruimte heb ik me wel heel erg op mijn gemak gevoeld. Dus dat is wel een pluspuntje. Hier ligt mijn hele outfit al klaar. Voor de rest hebben we zoveel mogelijk geprobeerd al in te pakken. Deze gaat even chillen. Ik ga even sporten. Ben zo terug. Ik wil zo mee willen. Nee, dat is niet zo handig. Even lekker rusten. Yes. Ik heb echt super veel zin om even te sporten. Dat was de sportsessie weer voor vandaag. Waarom staat deze prullenbak hier? Hoppa. Nou goed, even snel een douche nemen. Even haartjes wassen. Alles even goed wassen. Hoppakee. De laatste douche in Mexico, Cancún. En dan gaan we weer naar huis toe. Het is niet anders. Heb je hulp nodig? Ik krijg je niet. Hoppa. Het zou echt zo balen zijn als zo'n rits in één keer knapt zo. Hoppa. Zo. Die zit dicht. Gaat niet meer open. Nee. Thuis pas weer. Ja. Nou, beste Cancún. Hopefully, I will see you soon. Ja, slecht? Is hij slecht? Oké, okay, heel slecht, ja. Vaarwel mooie kamer, vaarwel mooie douche, vaarwel grote spiegel. Vaarwel B, ik blijf hier. Heb je toch een Mexicaan gevonden? Ja. Die groter is dan jij? Nee. Oh, maar net zo groot. Ik neem er gewoon twee, dan zet ik ze op elkaar. In Nederland op Schiphol heb je een scanner. Dus dan kan je gewoon je vlieginformatie, kan je gewoon een soort van barcode, kan je zo bliep en dan ben je zeg maar ingecheckt. Maar hier in Mexico hebben ze dat nog niet. Misschien komt dat ooit nog. Dus moeten we even het uitprinten. En dat doen we hier eventjes bij deze lieve mevrouw. Dus dan kunnen we in ieder geval op die manier straks met onze papieren weer terug naar Nederland. Ze zijn al ingecheckt en als het goed is zitten we gezellig naast elkaar. Ja, dat is wel echt nice. De vorige keer toen waren we automatisch ingedeeld en toen zaten we helemaal ver van elkaar. Of nou ja, ver van elkaar. Uiteindelijk heeft Damon iemand gewisseld waardoor we wat dichter bij elkaar zaten. Maar nu zijn we ook weer automatisch ingedeeld, maar nu zitten we naast elkaar. Yay. Hopelijk is dat een beetje leuk. Ja, en ja, de kerstboom staat er nog steeds. When are you going to remove the Christmas tree? I don't know.
Maar als wij morgen thuis komen, dan staat hij er ook nog. Ja, ja, inderdaad. Moeten we die ook nog helemaal weghalen. We gaan hem niet weer tot mei laten staan, echt niet lopen. Nee, dat deden we vorig jaar wel. Tot maart of zo. Ja, echt heel lang. Echt heel lang. Ja, want toen we gingen verhuizen hebben we hem pas weggehaald. Yep. Oh, echt verschrikkelijk. Nee, gaan we niet in dit jaar. Hier scheiden onze wegen. Ik zie je zo weer. Nee, ik blijf hier. Oh ja, dat was het. Oh ja, dat is waar ook. Dave wil echt super graag nog even een hamburgertje van die koetent. Zelf heb ik nog niet zoveel trek. Ik eet straks op het vliegveld wel iets. Maar goed, als je iets heel erg lekker vindt, dan moet je dat nog nemen voordat je weggaat natuurlijk. Om er nog even van de laatste keer van te genieten. Laten we ook nog even voor de laatste keer kijken bij deze prachtige wezens. Kijk eens eventjes. Oh, hij zit net hier zo onder. Kom maar, dolfijntjes. Of gordijntjes, zo noem ik ze ook wel. Hallo, gordijntje. Het is echt prachtig hoe deze beesten zich ook bewegen in het water. Hola! Kom maar even naar boven. Goed zo. Hoppakee. Even ademhalen en weer verder. Slecht nieuws voor D. De koe is nog niet open. Poek! Hij is dicht. Ja, behalen kale. Daar gaan onze koffers in de auto op naar het vliegveld. Dag. Dag resort. Bye bye allemaal. Bye bye, thank you. Come back soon, my friend. Yeah, I hope so. We hebben het gehaald en we hebben meteen de tickets al. Het gaat allemaal heel erg snel tot nu toe. Maar we moeten nog langs de douane. Oeh, en ik heb heel veel te verbergen. Ik heb allemaal drugs hier. 1 hour later. Feestje, we hebben het gehaald. Yay! Die moest alleen nog wel even dubbel gecontroleerd worden. Ik niet, was in één keer, hop, helemaal klaar. Omdat Dedy had een nagelveldje bij zich. En ja, dat ziet eruit als een scherp object. Dus dat moet dan even gecontroleerd worden. En dat is alleen maar goed, want dat betekent dat ze gewoon goed bezig zijn met de inspecties. En dat iedereen gewoon lekker veilig kan vliegen. En nu gaan we even naar een plekje waar we even wat lekkers kunnen eten en drinken. Want daar heb ik echt wel heel veel zin in. En dit vliegveld is echt super chaotisch. En dan loopt D ook nog zo mank. Maar het komt goed. Iedereen zit me ook aan te kijken. Wat de fuck ben je? Hé, maar wacht. Misschien heb je zo'n stok nodig. Een stok? Ja, kijk zoals die man hier heeft. Oh. Wil jij lekkere schimmelkaas, D? Nou, mijn buikje is er niet helemaal klaar voor. Maar ik heb wel zin om hier even wat lekkers van te pakken, hoor. Kijk eens eventjes. Oh, lekker te drinken. Dit noem je pas een broodje goed beleggen. Holy shit. Het is eindelijk zover. We kunnen in het vliegtuig stappen. Kijk eens wat een mooie plekjes we hebben. Hier yeah, naast elkaar. Ja, dit is wel veel gezelliger dan op de heenweg. Ja. Oh, lekker, lekker, lekker. Oh ja, ik ga het proberen jullie uit te leggen, oké? Ik ga een poging doen. Het is namelijk nu, hier in Mexico. 3:30. En we vliegen om 4:00. Ja. Oké, dus luister. Ik ga echt mijn best doen. We vliegen om 4:00 in de middag. En we komen morgen om 7:30 in de ochtend aan. In Duitsland. In Duitsland. Dus dat ja, is een beetje gek. Ja, want eigenlijk vlieg je dus 11:00. Maar er komt ook nog 6 uur tijdsverschil bij. Precies. Waardoor het een soort van 17 uur En dan klopt het nog niet helemaal. Volgens mij vlieg je iets korter dan 11:00. Maar ongeveer, beetje bij beetje. Het is gewoon heel gek, want je gaat eigenlijk dus vooruit in de tijd. Ja, dus dat is een beetje vreemd. Misschien hebben we ook wel heel erg last van jetlag, dat kan, dat weet ik niet. Ja, ik ben heel benieuwd, want kijk, aan de ene kant hebben we het best wel chill. Want we gaan hier gewoon, we zijn hier nu, het is 4:00. Nou, om 6:00 wordt het hier buiten donker. Ja. Dus in principe zouden we over 2 uur gewoon kunnen gaan slapen en doen alsof het nacht is. Heb je gewoon een hele lange nacht. Ja. En dan word je morgen wakker en dan ben je in Duitsland. Dat zou kunnen. Ja, want we landen op Düsseldorf. Ja. Dank je. Ja, ze praten natuurlijk Duits hier. Ja, gek hè? Gaan van Spaans ineens naar Duits. Ja, dat is vreemd. Oké, nou, proost. Proost. Als het goed is. Ik wil geen contact meer met jou. Nee, ik wil geen voetsvrij, nee. En dan kan het ook als het goed is weer naar beneden. Nee, dat kan niet. Maar dat gaat wat moeilijker. Hoppakee. Kijk eens aan. Super chill dat we onze telefoon of wat je ook wil opladen met de USB, dat kan gewoon hier. En ik kom er net achter dat het een smiley is, kijk. Het is een smiley. Ik plug mijn oortjes nog even in. Hoppakee. En dan ga ik even lekker Netflix en chill.
En dan ja, zijn we er klaar voor. Ik kan nog een lekker spelletje spelen, hè? We zijn geland en dus weer in Duitsland. Ik wou bijna zeggen Nederland, maar nee, we zijn nu in Duitsland, in Düsseldorf. Hier zijn we geland en het is -3. Ja, dat is koud. Ja, heel koud. Zeker als je maar met deze voet loopt. Oh, hier is tapijt. Oh, lekker. Oh, dat is wat beter in je voet dan tapijt. Ja. In ieder geval, ik heb echt, ik denk nog geen uur geslapen. Dus het gaat een hele rare dag worden. En het is wel helemaal gek om eigenlijk de vlog af te sluiten. Het is echt super vreemd. Maar in ieder geval, ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar de vlog. Vergeet niet even een blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En hopelijk check jullie morgen bij een gloednieuwe vlog om 4 uur. Ik hoop dat jullie alle Mexico vlogs echt ontzettend tof vinden. Ik hoop het wel. Ik heb wel heel veel positieve reacties gelezen. Dus gelukkig maar. Wij hebben in ieder geval een super vakantie gehad. En ik check jullie morgen. Een dikke, vette peace.